We hebben één finale getrokken met z'n zesde derde. We staan van de start overlaf voor de plaatsen 9 tot en met 15. Eens kijken of dat dan ook zo zal gaan. Eens kijken of er net zoveel spanning en sensatie zal zijn in de voorgaande rit. Oké, okay, hier is de bocht komen. Dan gaan we kijken naar Nolle, de Elzakker. Wat zal er gebeuren met de prestatie en Nolle natuurlijk. Blijkt dan Nolle op de eerste plek. Maar oké, er zit nog wel een strijd tussen Sarah Jansen. Sarah Jansen die misschien wel in de afminale terecht moet moeten komen. Teun Wienhoff daar op die tweede positie. Derde plek dan voor niemand minder dan Gerald van Elzakker. En daar zit ook nog bij Mout Evers. En als laatste hier in dit geweld van B-finalisten is Willem de Klein. Willem de Klein neemt op dit moment even de rode lantaarn, maar wel in ieder geval in de B-finale. En dat is ook wel wat voor te zeggen. Deze B-finale in ieder geval aan de leiding. Van kop tot finish. Een hele sterke man op de hele dag geeft. Maar helaas moest hij genoeg nemen met de B-finale. Michael Nielder van Kerswaard. Oké, we gaan ons concentreren.